ten eerste dat de druk op hulpverleners toeneemt. Ik krijg, en met mij alle mensen in de specialistische GGZ, krijgen alleen maar ingewikkelde patiënten. En het wordt steeds ingewikkelder. Je moet per afdeling zoveel intakes doen. Nou ja, dan kan je dan je wel volop inzetten als team. Maar vervolgens zit je met allerlei mensen die dan wel ingetaped zijn, maar waar dan weer geen behandelcapaciteit voor is. Zodat eigenlijk de wachtlijst verschuift van de voordeur naar de hal, zal ik maar zeggen. Je weet gewoon dat als mensen moeten wachten, dat dus gewoon niet goed is voor de behandeling. Nou, het wordt steeds lastiger om aan personeel te komen. Er is een groot tekort aan klinisch psychologen en steeds ook een groter tekort aan GZ-psychologen. Als je die mensen niet een beetje tevreden houdt binnen een instelling, lopen ze allemaal weg. En je ziet nu wel dat behandelaren zich steeds bewuster worden van kosten en keuzes die ze moeten maken. Waar ik me wel veel zorgen over maak, is over het feit dat het allemaal steeds goedkoper moet. De zorgverzekeraar moet het betalen, maar de winst zit hem bijvoorbeeld bij een ziekenhuis die minder ambulances de deur uit moet sturen. Of bij een verzekeringsorganisatie die arbeidsongeschiktheid verzekert. Wat je ook ziet, dat ook de politie steen en been klaagt dat ze met allerlei taken worden opgezadeld rond verwarde personen die eigenlijk bij de hulpverlening komt. Zorgverzekeraars moeten ook begrijpen dat als je die grote instellingen, daar kan je dan wel zeggen steeds het moet goedkoper en veel druk opleggen. Maar als mensen daar weglopen, dan zit je wel met een groot probleem. Want het zijn wel de grote instellingen die bepaalde voorzieningen leveren, die kleine instellingen niet leveren. Er zijn uiteraard verbeteringen mogelijk. Wij zijn nu zelf aan het nadenken over om een introductiegroep die nu 7 weken is, om te kijken of we die niet kunnen verkorten naar 4 weken. We organiseren nu binnen de instelling ook workshops bijvoorbeeld over het methodisch werken, over hoe je efficiënter kan werken. Maar wat je dus hoort van de deelnemers is dat, ja, dat moet, in wiens tijd moet dat? Want ondertussen wordt wel dezelfde productie-eis aan hun gesteld, terwijl ze tegelijkertijd drie, vier uur moeten besteden aan een workshop hierover, plus alle opdrachten die daar nog aan vastzitten om dingen te veranderen en te bedenken. Nou ja, ik vind wel dat je als behandelaar moet proberen niet in een al te klagende rol moet terechtkomen en moet proberen te doen wat je kunt doen om de situatie te verbeteren. Maar goed, er zijn wel beperkingen aan.